Een hele goede morgen allemaal, nogmaals. Goed u hier allemaal hier weer te mogen treffen. Je zou niet zeggen dat het vakantie is. Of juist wel. Ik weet het niet. In ieder geval, wij gaan vanmorgen weer eens een duik nemen. Een diepe duik in het woord. En dat verklaart ook, tenminste, dat is een van de verklaringen van het plaatje achter mij. En ik stel voor dat we beginnen met het zingen van een lied. En dat lied, de opwekking, het is de melodie uit de bundel van opwekking. We hebben het afgelopen Goed Bericht weekend in juni diverse keren gezongen in Maren. Omdat toen het thema was de gelukkige God. En dit lied was daar helemaal speciaal voor de gelegenheid voor geschreven, gecomponeerd, zo u wil. En ik stel voor dat we dat met elkaar gaan zingen. Dat gaat over het feit dat we een God kennen die gelukkig is. En dat is precies ook de reden waarom we werkelijk een goed bericht kennen. Nou, daarover meer straks. Samenkomst opdragen aan onze Hemelse Vader. Wat is het geweldig, Hemelse Vader, dat we op deze prachtige, stralende zondagmorgen ook zo'n geweldig lied mogen zingen, waarin we mogen bezingen wie u bent. Namelijk werkelijk God, met allemaal hoofdletters. Degene die werkelijk alles, maar dan ook werkelijk alles, in zijn machtige hand heeft. Die alles bedacht heeft, alles gecreëerd heeft, die een geweldig plan ook heeft, waar geen schepsel, geen werk van uw handen ook buiten kan vallen, en die ook dat wat u begint, voleindigt. Alles gelukt u. En daarom bent u de gelukkige God. En er is geen betere, geen solidere basis om als mensenkind hier op deze aarde ook werkelijk gelukkig te zijn dan juist in het kennen van deze God, die werkelijk ook een vader is voor heel zijn schepping. Heer, wat is het geweldig als dat licht in ons hart mag schijnen. We danken u dat we werkelijk een blijde tijding mogen kennen, een goed bericht, waarbij de dood
overwonnen is, maar ook teniet gedaan zal worden, zodat alleen leven, ook weer met allemaal hoofdletters, onvergankelijk, onverderfelijk, eindeloos goed, zal overblijven. Heer, wat is het een enorm voorrecht om met die wetenschap in deze wereld te wandelen. En niet in de duister te tasten en ook niet ons te verkijken op de dingen die we zien en op alles wat verandert en wat vergankelijk is en wat voorbij gaat en wat misleidt, want dat is de aion, het wereldtijdperk waarin we leven, boos, waarin alles wat waar is ook verdraaid en ten onder gehouden wordt. Dat we in die aion mogen staan, op dat woord van u, ons daarop mogen oriënteren. Dat we daarom ook hier bij elkaar zijn om ons daarop te richten. We danken u voor de geweldige rijkdom daarin. Dat we daar steeds weer nieuwe dingen in mogen ontdekken. En stelkens ook weer bevestigd mogen worden in die geweldige waarheid van wie u bent. We danken u voor alles wat u ons geeft. In uw Zoon, onvergankelijk nieuw leven. En Heer, laat ons daar ook vanmorgen in mogen verblijden. We danken u dat we zo elkaar ook mogen ontmoeten in dat besef, elkaar ook mogen herkennen in die boodschap. En geef dat we zo een heerlijk samen zijn mogen hebben. Verlicht ons zo met uw woord. En geef ons wat we nodig hebben in het luisteren, in het spreken. En we danken u op voorhand voor alles wat u ons geeft en waarmee u ons verblijdt in genade. Met de rijkdom van wat er staat geschreven. In de naam van uw Zoon. Amen. We zingen nog een lied voordat we de Bijbel gaan openen. En dat is voor dit lied. Dank u voor het licht der schriften. Dank u omdat dit altijd straalt. In Richteren 6, Richteren 7. Het wordt ook vervolgens voortgezet in hoofdstuk 8 nog. Dus het is een uitgebreide geschiedenis van deze Richter. En de vorige keer, toen hebben we ons bezig gehouden. Nou ja, toen hebben we een flinke
ruk gemaakt zo in het hoofdstuk, want we zijn begonnen toen bij hoofdstuk bij vers 1 en uitgekomen bij vers 25. En we hebben toen ook al stilgestaan bij de, zoals dat heet, typologische betekenissen. Dat wil zeggen, de typen, de beelden die daaronder of daarachter schuilgaan. En hoe alles in dit boek, maar vooral dan in deze geschiedenis ook, verwijst naar hem die zou komen, de verlosser van Israël. Want laten we het niet vergeten, al die richters, dat zijn mensen geweest die hun volk Israël hebben verlost en vervolgens ook hebben gericht. Dat wil zeggen, recht hebben gesproken. Het was nog een tijd, ik heb daar de vorige keer trouwens ook al even bij op gewezen, dat het was een tijd dat Israël nog geen koninkrijk was. Dat zou nog even duren. Israël was weliswaar verlost, de verlossing was tot stand gebracht, maar het koninkrijk was nog niet gevestigd. En alleen al als je het op deze manier ook formuleert, dan zie je al dat daarin ook een link ligt met de tijd waarin wij nu leven. Dat wil zeggen, de verlossing is tot stand gebracht, maar het koninkrijk moet nog aanbreken. En dit is eigenlijk ja, een intermezzo, een onderbreking in die zin ook. En je ziet dat principe, namelijk dat van de onderbreking, telkens weer terugkeren in het boek De Richteren. Het gaat niet zozeer om het koningschap dat gevestigd wordt. Dat is slechts, voor zover dat aan de orde komt, is dat slechts een randfenomeen. Het gaat erom dat Israël verlost wordt en vervolgens verlost wordt door iemand die Israël uit de duisternis trekt en ook verlost in de praktijk altijd van vijandige machten. In dit geval was dat ook zo. Laten we nog eens eventjes terugblikken op wat we de vorige keer hebben gezien. Want als je dat daartoe niet bij was en je moet dan nu meteen aanhaken, dan weet je even niet meer goed waar het over ging. Trouwens, het is ook alweer een heel aantal weken geleden dat we dat toen besproken hebben. Dat was begin de eerste zondag van juli, dus 3 weken geleden. Dus sowieso is het misschien wel nuttig om dat eventjes nog weer in de herinnering terug te halen. Israël, dat was de geschiedenis, maar dat is eigenlijk ook telkens weerkerend refrein in het boek Richteren. Iedere keer weer opnieuw. 12 richteren worden in dit boek beschreven. Israël deed wat kwaad is in Gods ogen. En vervolgens, wat gebeurt er dan? Het werd overgegeven, in dit geval dan, in de hand van Midian, feitelijk een broedervolk. Dat soort details hebben we de vorige keer al gewezen. Het werd overgegeven in de hand van Midian. En de hand van Midian drukte zwaar op het volk, lees je dan. En Israël werd zeer verarmd. Daar kwam bij dat Midian ook nog de truc uithaalde door de oogsten te vernietigen. Al gewoon om Israël ook op die manier klein te houden. Israël verarmde zeer. Nou, en dan lees je in die omstandigheden dat een engel, een boodschapper van Jahwe, die verschijnt aan Gideon bij de eik, of als u een NBG-vertaling hebt, de terebin, maar dat is gewoon een eik, een embleem van Gods trouw, bij de eik in Ofra. En dat gebeurt dan terwijl Gideon bezig is tarwe uit te kloppen, en dat doet hij, dat is eigenlijk werk dat op de dorsvloer hoort gedaan te worden. Maar hij deed dat in de wijnpers. Dat deed hij om daarmee de oogst ook veilig te stellen. Want ik zei al, Midian die maakte zich ook meester, die vernietigde ook de oogst. En door nou in de wijnpers tarwe te kloppen, dacht hij zich op deze wijze ook verborgen te houden. Ik zei al, we hebben ons vooral ook bezig gehouden, ook de vorige keer, en dat zullen we vandaag in het bijzonder ook weer doen, met de diepere strekking van deze geschiedenis. Waardoor, en dat laat ik dat dan meteen ook gewoon even heel duidelijk zeggen, waardoor deze geschiedenis tot leven komt. En dat bedoel ik eigenlijk zo concreet als het maar kan. Kijk, je kunt van Gideon zeggen, ja, dat was een figuur uit een ver verleden. Pakweg, 2, 3, 3300 jaar geleden leefde hij hier.
Nou hier, ik bedoel daar. Hier op aarde, zou ik het kunnen zeggen. Maar in elk geval, lang dood. En dan zeg je van, nou, dat zijn toch geweldige geschiedenissen om dat te lezen. En spannend en boeiend en mooi om op de zondagsschool te vertellen. Ja, natuurlijk. Maar het komt tot leven op het moment dat je ontdekt dat het ergens van spreekt. Namelijk van iemand spreekt die leeft. Zodat je de vraag zou kunnen stellen, wil de ware Gideon opstaan? Nou, die is opgestaan. Die leeft en alles in deze geschiedenis spreekt daar ook van. In Gideon zien wij de ware Gideon. En het feit dat hij bezig was tarwe te kloppen in de wijnpers, dat is niet voor niks. Maar goed, daar hebben we het toen mee bezig gehouden. Het gaat me nu nog eventjes om de geschiedenis weer in herinnering krijgen. En dan, als die engel dan daar verschenen is in Ofra, terwijl Gideon er bezig is, dan krijgt hij meteen te horen dat hij Israël gaat redden. En ja, dat is nieuws wat Gideon in eerste instantie helemaal niet kan begrijpen. Want ja, hij realiseert zich dat hij zich niet zoveel voorstelt. Hij is zelf de kleinste in de familie en bovendien zijn familie stelde ook al niet zoveel voor in Manasse, zegt hij dan. Maar, en dat vind ik dus wel leuk, dat blijkt dus nooit voor God een geldig argument te zijn. Als je zegt van ja, maar ik stel toch niet zoveel voor, dan zegt hij, maar dat is juist de reden waarom ik jou uit te verkoren heb, man. Dat is goed nieuws. Dat lijkt mij trouwens ook over goed bericht gesproken. En er wordt tegenwoordig heel veel gesproken over je eigen waarde ontdekken. En nou, als je werkelijk je waarde wil ontdekken, ga je dan jezelf zien in het licht van God. Wat Hij over jou gezegd heeft. Dan moet je niet kijken in de spiegel. Dan moet je ook niet vragen aan anderen, wat vind jij van mij? Als je daar jezelf beeld, zoals dat dan heet, op steunt, ja, dan heb je meteen de verkeerde afslag al genomen. Het gaat erom. Wat zegt God over mij? Hoe spreekt Hij mij aan? Wie ben ik in zijn ogen? En ik weet het, het is bijvoorbeeld in traditioneel christelijke kring is het gewoon, en in ons reformatorische landje in het bijzonder, om jezelf dan vooral maar te beschouwen als een zondaar, een adamiet, verloren, doemwaardig enzovoorts. Ja, daar hoort een intonatie bij, hè? Dat hoort u wel. En de grap, wat een heel misbruikt woord is in dit verband, daarvan is dat het op zich niet waar is, onwaar is, maar het is een halve waarheid. En u weet het, dat is erger dan een hele leugen. En dat is hier ook het geval. Het gaat erom dat God niet alleen maar een eerste Adam kent, maar ook een laatste Adam. De tweede mens, de definitieve. En dat je jezelf gaat zien, zoals God verklaart, in hem. Ja, dan wordt het daar alles totaal anders. Dan gaat er licht schijnen. In ieder geval, Gideon die protesteert en dat hij absoluut niet daartoe in staat is. Maar God zegt, ik heb jou uitgekozen. That's it. En dat is meer dan genoeg. En dan lees je vervolgens in de geschiedenis dat Gideon, dat wordt vrij uitgebreid beschreven, hij bereidt een geitenbokje. En dat niet alleen, hij maakt ook nog een flinke hoeveelheid ongezuurde broden klaar. Dat doe je toch ook niet in 5 minuutjes, lijkt mij. Hoe dan ook, hij zet het dan vervolgens, de boodschap, een engel, voor op de rots. Alle details hierin, het geitenbokje, de ongezuurde broden, ook de timing daarbij. De rots heeft allemaal betekenis. Nogmaals, het gaat even om de geschiedenis. Als je dat nog even wil weten hoe dat zat, luister hem gewoon nog eens een keertje na van de vorige keer. Dan moet Gideon, als hij die maaltijd bereid heeft, moet hij met dat vlees nat, wat hij opgevangen heeft, moet hij dat helemaal nat maken, vochtig maken, zodanig dat het helemaal doorvochtigd is. En dan lees je dat de engel, die nam
Dat is een staf en het uiteinde daarvan. En met het uiteinde van de staf raakt hij dan vervolgens de door Gideon bereide maaltijd aan. En wat gebeurt er dan? De staf, hè? Beeld van opstanding. En dan vervolgens lees je dat vanaf de rots er vuur verschijnt en dat verslindt de hele maaltijd. Dat was lekker, Gideon. Dank je wel. Zo. Ja, want zo neemt God de dingen tot zich. Eigenlijk door inderdaad het met, dat lees je met de offerdienst in het algemeen. God neemt een offer. Wij eten met mes en vork, hè, als je goed opgevoed bent. En zo neem je voedsel dan tot je. Maar God zendt vuur en zo neemt hij dat wat hem bereid is tot zich. In ieder geval, dat is dus wat er gebeurde. En dat niet alleen, maar bij die gelegenheid dat die maaltijd dus in ene keer zo verslonden wordt door dat vuur, verdwijnt de engel uit Gideons ogen. Hoe dat gebeurde, meestal wordt er dan gedacht van dat er een hemelwezen dat daar eens onzichtbaar werd. Dat kan ook gewoon betekenen dat daar een man was verschenen en hij verdwijnt gewoon, hij is wel op weg. Het staat er zodanig dat dat er niet eens uit af te leiden is, hoe dan ook. Maar goed, het woordje engel is natuurlijk ook wel een beetje suggestief. Omdat je dan meteen denkt aan een hemelwezen. Maar het Bijbelse gedachte is, een engel is een boodschapper. En dat kan een hemelwezen zijn, maar dat hoeft niet per se. Nou ja, die optie ligt open. Hoe dan ook, de engel verdween, daar ging het maar om. En wat ik u heb laten zien, eigenlijk was dat ook wel zo'n beetje de clue. En dat is dat dat offer wat hier gebracht wordt en dat opstijgt en die uiteinde van de staf, het spreekt van de dood, maar vooral de opstanding van Jezus Christus, die vervolgens inderdaad ook verdween uit het zicht. En wat lees je dan? En dat is zo ongeveer het laatste wat we gezien hebben. Gideon bouwt dan op deze rots een altaar en hij noemde dat altaar Yahweh is vrede. De godsnaam wordt daarbij genoemd en dat drukt vrede uit. En dat is precies ook wat dat offer wat hij gebracht heeft uitbeeldt. In dat offer en wat daar mee gebeurde, wordt vrede tot stand gebracht. Nou, als ik het zo zeg, dan begrijpen we allemaal waar dat van spreekt. Nou, dat was het eerste gedeelte van dit hoofdstuk Richteren 6. Dan gaan we nu verder met het vervolg van de geschiedenis. En dat betekent dat we de draad oppakken bij vers 25. Ja. En dan lees je dit. En het geschiedde in die nacht dat Yahweh tot hem zei, neem een vruchtbare stier. Dat woordje vruchtbaar hoort erbij. Een jonge stier, maar het is vooral, het is vruchtbaar. U moet namelijk weten, een stier in de Bijbel is een belangrijk, eigenlijk ook het grootste offerdier dat we kennen. Er is sprake van lammetjes, van een geitenbokje, maar bij bepaalde gelegenheden lees je ook over van een stier, een var. Het is een offerdier, maar in het Hebreeuws is het woordje par. Ja. Maar par betekent eigenlijk gewoon vrucht. Pri, er zijn allerlei andere woorden, vruchtbaar of fruit. Dat heeft allemaal dit grondwoord. Dus eigenlijk als je het woord stier uitdrukt of uitspreekt in het Hebreeuws, dan zeg je fruit of vrucht. Zodat een stier, dat zegt men dan van ja, het was een embleem van vruchtbaarheid. Ja, natuurlijk, want het woord zelf voor stier is namelijk al vrucht. Het spreekt van nieuw leven, van potentie en waarom dat dan een stier is, nou, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dus van ouds een stier, een uitbeelding van nieuw leven, van opstandingskracht, van grote kracht en ja, van vruchtbaarheid. Gideon, even het verhaal dus goed voor de geest dus nog een keer te nemen. Gideon is geroepen. De engel die hem die deze boodschap gezonden had, is uit het zicht verdwenen. En vervolgens spreekt God tot hem in die nacht.
En wat moet hij doen? Hij moet een vruchtbare stier nemen die aan zijn vader toebehoorde en die daarmee eigenlijk ook een heel andere bestemming zou krijgen dan wat Gideon nu hier wil doen. Daarover straks meer. En die moet hij gaan offeren. Maar eerst nog eventjes dit. Dit wordt dus in de nacht tegen hem gezegd. Hij moet een stier nemen. Een vruchtbare stier. Het wordt nog een keer dus herhaald. En er staat er iets heel eigenaardigs bij. En dat wordt nog een keer herhaald ook. Namelijk de tweede. En het is heel leuk om dat nou in de verklaringen nog eens terug te lezen. Want er wordt van alles over gezegd. Van, ja, sommigen proberen het weg te vertalen en zeggen van ja, dus het zal wel iets anders hebben gestaan in het origineel. Dan vind ik het helemaal mooi worden als men dat dan suggereert. Want ja, hoezo de tweede? Waarom dan? Hij moest een stier hebben, de tweede, waarbij de eerste vraag dan is, hoezo dan de tweede? De tweede van wat? De meest voor de hand liggende is de tweede stier van je vader. Maar in ieder geval, waarom niet gewoon een willekeurige stier? Een vruchtbare stier. Maar nee, het moest de tweede zijn. Maar als je eenmaal begrijpt iets van de Bijbelse typologie, ja, dan wordt het natuurlijk zo klaar als een klontje. Want dan begrijp je dat hier een Bijbels principe, dat vanaf het begin van de Bijbel tot aan het einde een grote rol speelt. Namelijk dat het altijd gaat om de tweede. Het echte, het ware offer is de tweede. Maar dat geldt niet alleen voor het offer, het geldt ook voor de mens. Het is niet de eerste mens, maar de tweede mens. Het is niet het oude verbond, het is het nieuwe verbond. Het is niet de eerste hemel en de aarde, maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is, eigenlijk het principe is dit. Je vindt dat in Hebreeën 10, wordt het eigenlijk heel mooi samengevat. God neemt het eerste weg. Waarom? Om het tweede te stellen. En eigenlijk de functie van het eerste is alleen maar een introductie. Eigenlijk, ik zou het nog anders kunnen zeggen. De functie van het eerste is om weggenomen te worden. En zo het tweede te doen verschijnen. Hier verwijs ik naar 1 Korinthe 15. Daar gaat het over Adam. Adam was een levende ziel. Maar hij was per definitie al voorhand bedoeld om weer weggenomen te worden. Of eigenlijk in de plaats van hem zou de laatste Adam komen. En Adam was slechts een, nou ja, slechts, ja, een type. Hij was een beeld van de komende. Toen God Adam schiep, toen was daarin al besloten. Het gaat om degene die na jou komt. En het enige wat jouw functie is, is om die tweede aan te kondigen. Het gaat dus juist om het wegnemen daarvan. God neemt het eerste weg. Als u dat in Hebreeën 10 ook naleest, dan gaat het over de offerdienst. De hele Hebreeënbrief gaat daar ook over. De offers onder het oude verbond gebracht, ja, die zouden, daar zou iets anders voor in de plaats komen, namelijk het ene echte ware offer, waar al die andere offers slechts in beeld naar verwezen. Hoe dan ook, het eerste, daar gaat het niet om, het gaat om de tweede. Dat is de definitieve. Er wordt heel, in de Bijbel, in datzelfde 1 Korinthe 15, wordt er gesproken over niet de eerste mens, maar de tweede mens. En die tweede mens heet dan de laatste Adam. Ik hoor wel eens een keer door uitleggers, gelovigen in het algemeen, die zeggen dan, en dat is een foutje. Dat wil zeggen, het is niet zoals de schrift daarover spreekt. Die zeggen dan van, ja, het is niet de eerste Adam, maar de tweede Adam. Zo staat het er niet. Er staat er, het is de laatste Adam. Het is de tweede mens, de laatste Adam. En daar zit, daar gaat er een sprake van uit. Want daarmee is ook gezegd, de tweede is de definitieve. Want je zou natuurlijk kunnen denken, zo op het eerste gezicht, oppervlakkig gesproken, dat, nou ja, als het mis kon gaan bij het eerste, dan zou het bij de tweede weer kunnen misgaan. Nee, de tweede is de definitieve.
Dus verkijk je ook nooit op het eerste, het oude, want dit gaat voorbij. Dat is de bedoeling ook. En het was een, er wordt nog een kenmerk gegeven van die stier. Het was een vruchtbare stier, de tweede, en van 7 jaar oud. Ja, waarom staat dat er nog weer bij? Nou ja, daar kun je via verschillende aanvullingen groepen zeg maar ook wat van zeggen. Kijk, 7 in het algemeen is de Bijbels getal van volheid. Dat is een open deur intrappen, dat weten we allemaal. 7. Ja, dat is de volheid van de reeks. En bij 8 begint er weer iets nieuws. Maar er zit hier nog iets aan vast. En dat is dat we lezen dat Midian Israël veroverde. En vervolgens 7 jaar het... Het is allemaal nog heel gebleven. Het is geen Ofra geworden. Ofra, dat heb ik de vorige keer uitgelegd. Hè, waar die eik stond. Dat was puin, stof. Ja. En Midian, die heeft 7 jaar Israël onderdrukt. En na die 7 jaar is Israël verlost geworden. Dat betekent dus dat op het moment dat Midian Israël veroverde, werd deze stier geboren. Dus ook in beide gevallen 7 jaar. En daar zit deze gedachte ook achter. En dat is ook een Bijbels principe. En dat is dat de oplossing... Er reeds was toen het probleem begon. Dat is een diepe hoor. Het is nog sterker. De oplossing was er al. Die was er al voor het probleem. Nog anders gezegd. God had de laatste Adam in zicht. Toen de eerste Adam nog moest komen. Het gaat allemaal om die twee. En dat is precies ook weer de reden waarom we dat lied bij aanvang zongen over de gelukkige God. Bij God gaat er nooit iets mis. Alles wat hem voor ogen staat, dat gelukt hem. En van de week las ik nog weer een artikel over waarom laat God het toe dat er zoveel mis is in deze wereld. Dat is in onze beleving dan wellicht zo. Maar laat ik u dan dit vertellen, dat volgens de Bijbel deze hele schepping aan de ijdelheid is onderworpen. Aan de dood en de vergankelijkheid. En dan staat erbij, niet vrijwillig, maar om hem die haar, deze oude schepping, daaraan onderworpen heeft. Met andere woorden, het is allemaal onder controle. God weet wat hij doet. We moeten nu echt verder gaan. Die 7 jaar, ja. Die stier moest 7 jaar oud zijn, vruchtbaar. En wat Gideon moest doen, hij moest ook gaan slopen. Daar staat er. En sloop het altaar van de Baal dat van je vader is. Realiseer je, Gideon die bevond zich feitelijk in vijandige omgeving. Dat wil zeggen, in een omgeving die godsdienstig vasthield aan allerlei gewoonten. Ja. Die tegen God ingingen. Als ik het zo zeg. Gideon zou de godsdienst van zijn vader slopen. Kijk, nou laat ik het dan meteen vertellen ook waar het van spreekt. Gideon is een beeld van de Heer Jezus Christus. Hij zou Israël gaan verlossen, maar wat we nu vanmorgen bespreken is eigenlijk een onderbreking weer in Gideons geschiedenis. Want je zou verwachten dat Gideon, hij wordt geroepen en en de Midianieten waren in het land en hij gaat nu vervolgens wat hem te doen stond is Israël inderdaad redden en de Midianieten verjagen en verslaan. Dat gebeurt niet. Ja, het gebeurt wel. Maar eerst gebeurt iets anders. Hij moest eerst orde op zaken gaan stellen in zijn vaders huis. En dan moest hij iets doen wat helemaal niet populair was in zijn eigen familiekring. Onder zijn broeders, om zo te zeggen. Namelijk, hij moest de godsdienst waar zij aan vasthielden, moest hij slopen.
Nou, ja, ook hiervan kan je weer direct zeggen, dit is een plaatje van het hele, ja, zoals dat dan deftig heet, het hele heilshistorische verhaal. De Heer Jezus Christus is gekomen. Hij is de verlosser, hij is bestemd om Israël te verlossen en om de overwinning te behalen, ook over alle vijanden van Israël, jawel. Maar eerst gebeurt er iets anders. En dat is dat hij de godsdienst van zijn vaderen gaat slopen. Teniet doen. Nou, ik zou zeggen, als je daar meer over wil lezen, lees het Nieuwe Testament in, zou ik zeggen, bijvoorbeeld. In het Nieuwe Testament, in de Evangelie al, hoe vernietigend de Heer Jezus in zijn uitspraken is geweest. Over wat het Jodendom heeft gedaan, hoe ze het oude verbond geconserveerd hebben, ze daar vast aan hielden. Terwijl al onder het oude verbond was een nieuw verbond aangekondigd. Men zou moeten uitkijken naar de Messias die het nieuwe verbond zou aan laten breken. Maar wat men deed, men hield vast aan het oude. En trouwens ook nog eens een keertje aangevuld met allerlei leringen van mensen. En de Heer Jezus is daar vernietigend over geweest. Hij sloopte inderdaad de godsdienst in zijn vaders huis, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wil zeggen onder zijn broeders, onder zijn eigen volk. En vervolgens wordt dat ook in de brieven toegelicht. De Heer Jezus hij was geboren onder de wet, maar waarom? Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Daarvan vrij te maken. Wat hij moet doen, dus Gideon, weer even terug naar de geschiedenis. Sloop het altaar van de Baal, dat van je vader is, en hak de Asherah die daarop is, om. Zo staat het letterlijk, de Asherah. Ja, je hebt dus, er worden hier twee goden genoemd, twee afgoden zo u wilt, namelijk de Baal en de Asherah. De ene, de Baal, het woord Baal in het Hebreeuws betekent gewoon eigenaar, een heer dus eigenlijk, is mannelijk. De Asherah, dat heeft trouwens alles te maken met het Hebreeuwse woord voor Aser, dat betekent gelukkig, maar Asherah, dat blijkt ook uit die uitgang, Ra, of ja, de He-uitgang, dat het is vrouwelijk. Het is een godin. De Asherah was een godin. En die was... Ja, in de vertalingen komt dat niet uit de verf, maar er staat letterlijk... niet zozeer dat het een paal was, de Asherah. Maar dat het zich bevond op de Baal. En hoe je dat precies moet voorstellen, maar in ieder geval het vrouwelijke op het mannelijke. De mannelijke godheid was zo uitgebeeld hout, want het moest omgehakt worden. Maar in ieder geval, wat hier gebeurde, of wat daar in het huis van de vader was, dat was een altaar. En dat altaar, dat was een Baal en de Asherah. U moet zich ook trouwens daarbij realiseren dat die afgodendienst die er was in het land van de Kanaanieten, was door en door ook seksueel van aard. Prostitutie enzovoort. Was daar, maakte daar vast onderdeel ook van. Afgodendienst en hoererij, dat is altijd in de schrift, dat gaat hand in hand. En soms wordt dat ook min of meer weggedaan, omdat dat in onze oren dan niet meer netjes klinkt. Maar bijvoorbeeld, even één voorbeeld. Je leest over de Baal Peor. Kent u die? Dat is in de geschiedenis van Bileam. Maar Baal Peor betekent de heer van de opening. Nou, je hoeft niet zo heel veel fantasie te hebben. Dit is een puur seksuele term. En hij ging, of die hele afgodendienst was er eigenlijk, was een uitbeelding ook van, ja, van de oerkracht, van de seksualiteit, van het voortbrengen van nieuw leven. Want ook in het heidendom heeft men zich altijd wel gerealiseerd dat zoals we dat kennen in deze wereld, is alles gebaseerd op mannelijk, vrouwelijk en op het wonder dat daarin plaatsvindt. En dat de heidenen zijn daarmee, of de natieën in het algemeen zijn op hol geslagen, maar het hele idee dat de seksualiteit, het geheim ook van het,
het goddelijk geheim ook bewaren en uitbeelden. Ja, dat is... Vruchtbaarheidsrieten. De vruchtbaarheidsrieten, die speelden zo'n enorme grote rol. Dat zie je dus hier ook. De Baal en de Asherah. Laat ik het daar even bij houden. Maar ik moet er ook dus eigenlijk bij zeggen. Baal en Asherah vormden ook een echt paar. En als ik het zo moet zeggen, dan zijn we weer terug bij af. Namelijk, het is eigenlijk ook een uitbeelding van het oude verbond. Ook weer mannelijk, vrouwelijk. En het oude verbond is zelfs een huwelijksverbond. Op allerlei manieren wordt dat ook beschreven. Nou, hoe dan ook... Wat Gideon te doen stond, is hiermee gezegd. Hij moest die stier nemen, die vruchtbare stier. En dan vervolgens, hij moest dat altaar slopen in zijn vaders huis. En dan, vervolgens, bouw dan een altaar voor Yahweh, jouw God. Op de top van dit bolwerk en breng het in gereedheid. Met andere woorden, wat er hier gebeurt, is dat het altaar van Baal en Asherah wordt een nieuw altaar. Maar nu voor Yahweh. En nu nemen we meteen ook de vervulling daarvan. Het oude, dat wordt nieuw. Het oude waar Israël aan vasthield, het judaïsme, dat wordt vervangen en wordt iets nieuws. Daarvoor wordt in de plaats gesteld het nieuwe. Dat is wat Gideon moest doen. Bouw dan een altaar voor jouw God op de top van dit bolwerk. Dat wil zeggen, dit bolwerk waar nu dat op dit moment nog steeds dat oude altaar stond van Asherah en de Baal. En dan zou het in gereedheid brengen. En dan staat er, neem dan de vruchtbare stier, de tweede. Zie je die? Hop, hop. De tweede, opnieuw weer dus. Voor de tweede keer wordt hier gezegd, het is de tweede. Neem dan de vruchtbare stier, de tweede, en offer het ten brandoffer. Hé, maar nou zou je de vraag kunnen stellen, maar wacht eventjes, Gideon, jij bent toch geen leviet? Jij komt toch niet uit de stam van Levi? Jij komt uit de stam van Manasse. En toch priesterlijk werk doen? Hoe kan dat? Nou, dan kun je natuurlijk dit ethisch gaan benaderen en zeggen van ja, maar mocht Gideon dit wel? Nou, het is eigenlijk omgekeerd. Gideon mocht dit niet, moest dit doen. Dit wordt hem namelijk opgedragen. Maar de vraag is dan wel, maar is dat in nou overeenstemming dan met het oude verbond? Nee, met het oude verbond feitelijk niet. Maar dan zie je ook meteen waar het er wel een uitbeelding aan is, namelijk van het nieuwe verbond. En dan zou je bijvoorbeeld, die moeite gaan we vanmorgen niet doen, want... Dan zou je in het Nieuwe Testament, maar met name in de Hebreeënbrief moeten gaan lezen. Dat daar vandaag een priester is die het uit de notabene, uit de stam van Juda. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, nou, van de stam van Juda wordt nooit gezegd dat daar een priestelijke taak aan toevertrouwd was. Ja, dat klopt. En dat wordt er uitgebreid uitgelegd. Dat komt omdat wij een andere priester kennen. Een koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Die priester is niet op grond van zijn afkomst. Maar op grond van heel andere kwaliteiten. Namelijk van nieuw leven. En ik heb er nu een beetje moeite mee. Want terwijl ik dit zeg. Denk ik van ja, ik moet er eigenlijk een heleboel andere dingen nu ook uitleggen. Maar dan zouden we Hebreeën 7 moeten gaan lezen. Maar dat voert veel te ver. Ik zou zeggen, neem die moeite eens. En zie hoe dat in die hoofdstukken van de Hebreeën 7, 8 beschreven wordt. Wij kennen een priester die niet is op basis van zijn afkomst, maar op basis van het feit dat hij onvernietigbaar leven tot stand gebracht heeft. Zijn opstanding uit de doden. Dat maakt hem priester. En nou ga ik het nog mooier vertellen. Dat staat al in het Oude Testament aangekondigd. In de psalmen bijvoorbeeld dat er iemand zou komen, de Messias. Hij zou koning en priester zijn naar de ordening van Melchizedek. Waarna je natuurlijk nog een vraag kan stellen, wie was Melchizedek? Maar dat voert dan helemaal te ver. Maar in ieder geval, die Melchizedek was geen leviet. Daar kan ik ook over klappen. Ja, dat zijn prachtige dingen. U ziet, ja, u zegt van, ja, dit is dit nou een preek, André? Nee, dit is geen preek.
We namen een duik in het woord. We gaan de diepte in. En dan, ja, dan kom je, dan stuit je op een figuur van Gideon. Die moest Israël verlossen, maar eerst gebeurt er iets anders. Een onderbreking in de geschiedenis. Eerst moet hij orde op zaken gaan stellen in zijn vaders huis. En dan moet hij de godsdienst in zijn vaderlijk huis slopen. En vervolgens moet hij dan gaan offeren. Wat hij eigenlijk naar de maatstaven van het oude verbond helemaal niet mocht. Nee. Maar dan begrijp je meteen waar het werkelijk over gaat. In ieder geval, hij zou het offeren ten brandoffer. U weet het, wat een brandoffer is, hè? Hij zou het, dat is, meestal zegt men bij offerdienst, ja, dat betekent dat een dier wordt geslacht en dat spreekt van het kruis van Golgotha. Dat weet men meestal nog wel. Maar nou of iets anders. Als zo'n stier geslacht werd, was nog geen offer. Dat was noodzakelijk voor het offer, maar het was niet het offer. Het offer vond plaats nadat die stier, of whatever, welk type dier dan ook, geslacht was. Eerst werd het dier geslacht. En daarna werd het verhoogd en steeg het op, goden tot een lieflijke reuk. En waar spreekt dat van? Het offer spreekt niet van Jezus dood. Dat is de slachting. Maar het offer spreekt van wat na de slachting plaatsvond, namelijk toen hij verrees, toen hij opsteeg. Dat is voor God de lieflijke reuk. Dat is het brood. Een brandoffer betekent eigenlijk een offer van opstijging. Hij steeg uit graf. Ja, dat is wat er gebeurde. Nieuw leven, offerdienst. En hij, dat zie je in heel de schrift. Dat spreekt van dat nieuwe leven. En dat is precies ook wat ik eerder in vanmorgen aanwees en zei van, ja, in deze geschiedenis komt alles tot leven. Deze geschiedenis gaat leven. Ja, natuurlijk. Het spreekt van hem die opgestaan is uit de dood. Op allerlei manieren. Hoe dan ook, deze Gideon die zou die vruchtbare stier nemen, de tweede. Ja, en offer het een brandoffer. Met het hout van de Asjera zul je het die je zult omhakken. Hey, dat betekent dus dat al die bestanddelen van die oude godsdienst, die worden nu, krijgen een nieuwe betekenis en worden opgenomen in het nieuwe. In het nieuwe altaar. Dus de attributen van het oude altaar, die moesten nu vervolgens dienst doen in het nieuwe altaar. Ja, en nou volgen we, nou is het gewoon een kwestie van, ja, als je eenmaal de lijnen hebt getekend, dan is het een kwestie van een plaatje verder inkleuren en dat kun je zelf wel. Maar het idee is dat het oude verbond, ja, alles van het oude verbond, wordt vervuld. Ja, waarin? Ja, in het nieuwe verbond. Het oude wordt vervangen door het nieuwe en het oude krijgt vervolgens een nieuwe betekenis. Een definitieve. Dat is wat Gideon moest doen. Hij moest het oude dus omverhalen, maar vervolgens wel allemaal gebruiken in het nieuwe. Dat is wat de Heer Jezus ook zei toen hij hier op aarde was. Hij zei, ik ben niet gekomen. Ja, hij zei, ik ben gekomen om de wet en de profeten te vervullen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft het tot volheid gebracht. En waar sprak de wet van? Wel, dat er iets nieuws zou komen. Dat is wat de Messias doet. En heeft gedaan. Nou, dat was tegen Gideon gezegd in de nacht. Niemand hoorde dat. Is er al best daar niets van. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn dienaren en deed zoals Yahweh tot hem gesproken had. Ja, 10 mannen. Een leuke Bijbelstudie. Kijk maar eens een keertje naar in de concordantie. Komt het een stuk of 10 keer? Ja, nou, dat zeg ik nou toevallig trouwens. Tegen in de Bijbel. 10 mannen. Misschien is van Boas lees je het, 10, hoezo, 10 mannen. Nou, daar is heel veel over te melden, maar laat ik het eventjes een korte route nemen. Die 10 mannen zijn een type van de gelovigen uit de natiën die zich voegen bij de ene man uit Juda. Dat klinkt heel erg cryptisch, dat is het ook, maar ik neem u even mee naar Zacharia 8. Daar staat dit. Zo zegt Yahweh, het is trouwens een tamelijk bekend Bijbelvers, wat u hier ziet. Zo zegt Yahweh van de legermachten. In die dagen, dat is op zich al een verwijzing altijd naar
de dagen van de Messias. In die dagen zullen 10 mannen uit de volkeren van allerlei taal vastgrijpen. Ja, vastgrijpen de slip van de zoon van een Judese man. Iemand uit Juda. En zeggen: wij willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Hé, hoezo 10 man? Nou, die 10 man, dat zijn mannen uit de natieën. En die 10 mannen, die voegen zich bij een man uit Juda. Bij een Judese man. Waarom? Wel, ze hebben gehoord dat God met hem is. Wat hier in de geschiedenis van Gideon gebeurt, is, ja, hij moest in zijn vaders huis moest hij sloopwerk gaan doen. Dat zou hem niet in dank worden afgenomen. Dat wist Gideon natuurlijk ook wel. Daarom deed hij het ook in de nacht. Zo. Dat heeft hij gedaan met 10 man. Samen met 10 man die zich met deze... die zich voegden bij hem en die dat werk hebben gedaan. Dat spreekt van de tegenwoordige tijd, de onderbreking in de heilsgeschiedenis. Voordat de verlossing van Israël tot stand gebracht wordt, is er een Gideon die verworpen wordt in zijn vaders huis, die priesterlijk werk doet en die met samen verenigd is met 10 man. En dat is een beeld inderdaad van de Ecclesia, de verzameling uit de natie. U zegt, ja, maar dat was toch verborgen in het Oude Testament? Ja, verborgen waarin dan? Nou, in zo'n geschiedenis bijvoorbeeld. Dan zie je dat in verborgen. En als je eenmaal het Nieuwe Testament kent, dan ontdek je zulke geheimen en verborgenheden. Toen nam Gideon 10 man en van zijn dienaren en deed zoals Jahwe tot hem gesproken had. En omdat hij het huis van zijn vader en de mannen van de stad vreesde, dat was niet zozeer angst, maar voorzorg. Hè? Dat is zoiets als dat ik zeg, ik vrees dat het vanmiddag gaat regenen. Dat betekent niet dat je er bang voor bent, maar het betekent van, ik vermoed dat het gaat gebeuren en dus neem ik mijn maatregelen. Met die overweging deed hij het niet. Overdag, maar 's nachts. Oftewel, toen niemand het kon zien. Het was allemaal verborgen. Het is prachtig om dat te zien. Dus, Gideon is in het huis van zijn vader, maar feitelijk in een heel vijandige omgeving, want hij ging iets doen wat als een daad zou beschouwd worden, ja, waardoor hij ter dood zelfs gebracht zou worden. En vanwege de vijandschap in het huis van zijn vader bouwt Gideon een nieuw altaar en dat doet hij 's nachts in het verborgen terwijl niemand het ziet. En opnieuw zeg ik weer, ligt dit niet helemaal in de lijn van wat we vandaag in deze tegenwoordige tijd meemaken. Dat wil zeggen, het oude verbond, dus daar is hardhandig ook een einde aan gekomen. Ik kom er straks nog even op terug. En wat de Heer vandaag doet, is werk in de verborgenheid. Ook priesterlijk werk. Niet, geen koninklijk werk, maar priesterlijk werk. Dat is wat hij doet. Nou, terug in de geschiedenis. Toen nu de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie, het altaar van de Baal was afgebroken. Ja. Er was van hun godsdienst niets overgebleven. Ja, waar dat van spreekt lijkt mij niet zo moeilijk, want we vinden daar daar is zelfs een heel Bijbelboek dat daarover gaat. Dat was de Hebreeënbrief. Daar gaat er over dat het oude verbond inmiddels oud geworden is en dat het ook beëindigd zou worden en definitief teniet gedaan zou worden. En dat is gebeurd in het jaar 70. Precies 40 jaar, een generatie na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, is de hele Joodse staat in die dagen beëindigd. De stad is in vlammen opgegaan en er is geen steen op de andere gebleven van de tempel. God heeft ook op een hardhandige wijze een einde gemaakt aan het embleem
van het oude verbond. Namelijk die tempel en die offerdienst, de priesterdienst en alles wat daarbij hoorde. Dat werd niet in dank afgenomen van de Messias natuurlijk en zijn beweging. Nee, dat was een regelrechte aanslag op de familie van de Messias. Ik bedoel, van het Joodse volk. Dat is ook zo, want wat lees je dan? Toen nu de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie je het altaar van de Baal was afgebroken en de Ashera daarop was omgehakt en de vruchtbare stier, de tweede, was geofferd op het gebouwde altaar, dat nieuwe altaar. En ze zeiden, de een tot zijn naaste, wie heeft deze daad gedaan? Dat wisten ze niet. Ja, ze doen een navraag, maar eerst nog even dit. Er staat hier het woord daad. Maar in het Hebreeuws staat hier gewoon het woord ha-dabar. En dabar, als je normaal gesproken daar een vertaling van vindt, dan wordt er gezegd, dabar, dat betekent woord. Maar kijk het maar eens na hoe het heel dikwijls vertaald is. Dabar is woord, ja, maar ook daad. Wij maken een verschil daartussen. En dat is ook heel logisch, want voor de mens is het een heel groot verschil. Een mens zegt zoveel, maar ja, wat kan die? Die woorden zijn krachteloos. En dat is nou het grote verschil. In het Hebreeuws is het woord voor woord onthouden. Wat ik nu zeg. Dit is zo essentieel, ook in de praktijk ook. Het woord voor woord, dabar, is hetzelfde als het woord voor daad. Wij zeggen geen woorden, maar daden. Dat zeggen ze dan vooral in Rotterdam. Maar de schrift zegt, of God zegt, mijn woord is daad. Als God iets zegt, dan gebeurt er ook wat. God zei, er zij licht en er was licht. Dat hele onderscheid tussen woord en daad dat wij maken, kent het Hebreeuws dus niet eens. Het is één, het is hetzelfde. En dat is een geweldige gedachte. Dat is ook een zoete gedachte, moet ik ineens aan denken. Want er is ook nog een, dabar heeft ook nog alles te maken met een bij. Dan weer honing produceert. Deborah. Nou ja. En daarom, mensen zeggen van ja, dat woord, weet je wel, dat het gaat mij om daden. Hè? Hoe vaak hoor ik het ook niet, christenen zeggen, het gaat niet om woord, het gaat om daden. Wat een onzin, dan ken je het woord nog niet, man. Het woord van God is daad. Er is niets praktischer dan het woord tot je te nemen. A, het geeft je kracht, het geeft je vreugde, het geeft je leven, het geeft je toekomst. Kortom, het zorgt dat... God zegt, er is licht. Er is licht dan. Kortom, alles wat van betekenis is, dat is gelegen in het woord. Het meest praktische wat je in je leven kan doen, is het woord tot je te nemen. Dat begon al bij Gideon, die te horen kreeg van... Jij dappere held, jij gaat Israël voor redden. Dat was Gods woord. Dat is jouw identiteit, Gideon. En ga daar niet tegenstreubelen met... Nee, God had dat gezegd. En dus gaat het ook zo gebeuren. Gods woord is zo'n kracht. Het woord van God is... Hebreeën 4 vers 12. Het woord Gods is levend... En krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En scheidt van één ziel en geest een berg en meender, etc. Dat is de power van het woord van God. En het beste wat een mens kan doen is het woord tot zich te nemen. Als je krachteloos bent, neem het woord tot je. Als je toekomst wil hebben, als je een venster op de toekomst wil hebben, we hebben het zojuist ook gezongen. Nou, neem de schrift tot je. Ben je hopeloos? Neem het woord tot je. Dat is geen theorie. Ja, je kunt erover theoretiseren, dan heb je er geen bal aan. We praten niet over het woord. Je neemt het woord tot je.
En al het andere betekent niets, volstrekt niets. Want dan krijg je inderdaad mensenwoord, ach, zo vluchtig. Het wordt gesproken en je kan het eventueel vastleggen. Je kan gewoon, ik bedoel, je kunt dat woord drukken op papier. Maar dan heb je de volgende dag weer een hele pak papier nodig. Ik bedoel de krant. Ja, ik moet uitkijken, want er zitten journalisten onder ons. Maar zo vluchtig is mensenwoord. Zij zeiden, eventjes terug. Zij zeiden, de een tot zijn naam, wie heeft deze daad gedaan? Daba. En toen zij navraag deden, zeiden zij, ja, want dan moesten ze eens even gaan checken. Gideon. De zoon van Joas heeft deze daad gedaan. Ja, leuk hè. Want Gideon, de vorige keer heb ik al even op gezin speeld. Betekent namelijk, de naam Gideon betekent houthakker. Nou, dat is precies wat hij gedaan had. Gideon, wie heeft dit hout omgehakt? Zou dat misschien niet de houthakker zijn? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het omgekeerd is. Ik vermoed, dat is trouwens nog een kwestie apart, maar goed. Hoe dat nou zo gekomen is. Dat Gideon uiteindelijk gewoon een latere naam is van hem is geweest. En anders is het profetisch. Ik bedoel, ook bij zijn geboorte heeft hij die naam al meegekregen. Ik weet het niet, ik kan daar geen uitspraak op dit moment over geven. Maar in ieder geval, hij heette Houthakker. Nou, wie heeft dit gedaan? Wie heeft deze daad, dit woord gedaan? Nou, dat is de zoon van Joas. Jawel, is krachtig. Dat is ook wel veelzeggend. En de mannen van de stad, die zeiden tot Joas, breng je zoon naar buiten. Ze hebben navraag moeten doen, maar Gideon was verborgen. Leuk hè? Gideon was verborgen. Waar is die dan? Nou hij moest naar buiten komen, want hij moet sterven. De mannen van de stad, ja, een type van de stad, Jeruzalem, die dat ook met de opgewekte Christus gedaan heeft. Ze hebben niet alleen Jezus gekruist, maar later hebben ze ook, dat is de geschiedenis van het boek Handelingen, ze hebben de Zoon van God opnieuw gekruisigd. Want toen werd de opgewekte Messias aan hen gepredikt. En wat hebben ze toen gedaan met die beweging? Ja, er was een exponent van, namelijk Shaul, die de zoon van David verwierp en vervolgde. Maar hij was de man van het Jodendom. Maar hij vervolgde, als vertegenwoordiger ook van de stad Jeruzalem, van het Sanhedrin, de Messias, Gideon. U merkt wel dat wat ik nu doe, is voortdurend lopen de lijntjes door elkaar. En Gideon, en de ware Gideon. De mannen van de stad zeiden tot Joas, breng je zoon naar buiten, want hij moet sterven. Omdat hij het altaar van de Baal heeft afgebroken. En de Asjera die daarop was, heeft omgehakt. Ja, nou moet Gideon sterven. Terwijl hij, en dan bedoel ik uiteraard in beeld, in type, nu juist de dood heeft overwonnen. Want ik heb u zojuist uitgelegd dat hele offer en dat altaar en die hele priesterdienst en die rots, weet u wel, waar we het al over hadden, alles spreekt van nieuw leven na de dood. Wel, dat is trouwens ook de essentie van het nieuwe verbond, de definitieve, de tweede. Ja, maar goed, Gideon moet sterven, zeggen ze. Maar Joas, die neemt het dan, eigenaardig genoeg, op voor zijn zoon. En die zei tot alle die bij hem stonden, willen jullie twisten, rechten, pleiten, een rechtsstrijd voeren? Voor de Baal, willen jullie hem redden? Dus je hoort hier dezelfde woorden van een wijze man uit het Sanhedrin in Jeruzalem. Die ook zei van, toen de apostelen daarvoor kwamen en de opgewekte Christus daar in Jeruzalem predikte, en dan willen ze die mannen ook ombrengen, en dan zegt Gamaliel van, doe dat nou niet. Want God, als het uit... Willen jullie voor God strijden? Maar als het uit God is, of als het niet uit God is, dan zal het vanzelf wel verdwijnen. En dat is wat deze Joas, de vader van Gideon, ook zegt. Willen jullie nou voor Baal twisten? Willen jullie hem redden? En nou voorzegt hij zelfs nog iets anders. Hij zegt, wie voor hem twist, zal nog deze morgen ter dood worden gebracht.
Indien hij een God is, twist hij voor zichzelf omdat zijn altaar is afgebroken. En ik zei al eerder, dit is het hele thema van het boek, van de brief aan de Hebreeën. Namelijk dat inmiddels het oude verbond was beëindigd, de Messias is gekomen, hij heeft iets nieuws aan het licht gebracht, hij is opgewekt uit de doden, hij is Israëls Messias, hij is de priester in het heiligdom verborgen en straks gaat hij als koning inderdaad Israël bevrijden. Ja, maar wordt er gezegd, dat hele heiligdom van het oude verbond, jullie oude godsdienst, zal teniet worden gedaan. Daar gaat die Hebreeënbrief over. Dat hele altaar wordt gewoon omgehaakt en afgebroken, gesloopt. Nou, en daarom noemde men hem op die dag Jerubbaal. Nou, ik had zojuist over Gideon. Houthakker. Ja, maar Gideon had een bijnaam. Je zou zeggen, Gideon is de bijnaam. Nee, hij kreeg een bijnaam en dat is Jerubbaal. Maar Jerubbaal betekent Baal twist met hem. En Baal, hier als type ook van het oude verbond, wat beëindigd werd en wat teniet gedaan zou worden. Maar hier is het judaïsme dat vasthoudt aan het oude. Er staat er ook bij dat het inderdaad die uitleg heeft. Men noemde hem Jerubbaal, omdat men zei Baal twistte met hem, omdat hij zijn altaar had afgebroken. Nou, en nou krijgt de geschiedenis een wending, want nu lijken we alsnog te komen bij de clou, namelijk Gideon die de strijd gaat aanbinden. En dat wordt hier nu beschreven. En geheel Midian en Amalek. Met vers 33 begint er weer een nieuw hoofdstuk. En daarmee was het hele voorgaande feitelijk een onderbreking. Gideon was geroepen om Israël te verlossen. En wat moet er eerst gebeuren? Wel eerst het een en ander in het huis van zijn vader. En, ja, dat altaar moest afgebroken worden. En een nieuw offer, een nieuw altaar zou daar aangebracht worden. Ja. En dan? Nou, en vervolgens, wat er gaat er gebeuren? Nou, geheel Midian en Amalek en de zonen van het oosten, die verzamelden zich tezamen. En ze staken over, dat wil zeggen over de Jordaan. En ze legerden zich in de vlakte van Israël. In die vlakte, in het noorden van Israël, dat is een hele grote vlakte. Daarin zie je trouwens ook opnieuw weer hoe profetisch dit alles is. Want de strijd die Gideon daar zou gaan leveren, in de vlakte van Jezreel, is een plaatje van de strijd die binnenkort gaat plaatsvinden, weer op exact dezelfde locatie. Want dan heet het Har-Mageddon. Maar Har-Mageddon, dat is, ja, daar zit het woordje Megiddo, het is trouwens Grieks. Het is de berg bij Megiddo, maar dat is daar bij de vlakte van Jezreel. Je leest in het boek Openbaring, we komen daar trouwens een volgende keer nog op terug, dat de volkeren zich tegen Israël zullen verzamelen en dat zij zullen zich verzamelen in de vlakte van Israël, dat wil zeggen daarbij Harmageddon. En dat is algemeen bekend, hè? Ik bedoel, de term Harmageddon, dat is vandaag zelfs min of meer een metafoor, maar feitelijk, het is een geografische plaatsaanduiding. Het is namelijk de beschrijving van die vlakte van Israël. Waar God straks vanuit de hoogte gaat neerhouden. Dat is wat Harmageddon eigenlijk ook letterlijk betekent. Ik wil maar zeggen, de strijd die Gideon nu gaat aanvangen, is profetisch voor de strijd die binnenkort zal gaan plaatsvinden als de Messias het daadwerkelijk gaat opnemen voor zijn volk. Dat gaat gebeuren. Wij leven nu in die onderbreking, dat hij verborgen is in de nacht en zo, dat hij priesterlijk werk doet, dat
dat hij verworpen wordt in het huis van zijn vader. Ja, maar het loopt hierop uit. Afijn, eerst nog die volkeren die zich daar verzamelen in de vlakte van Israël. En dan lees je, en de geest van Yahweh bekleedde zich met Gideon. Zo staat het letterlijk. Als u in de Statenvertaling leest, dan staat er, heel mooi. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin. Hij toog Gideon aan. Letterlijk staat, wordt daar het beeld gebruikt van een kleed. Niet zozeer Gideon wordt bekleed. Nee, de geest des Heeren bekleedde zich. Dat wil zeggen, de geest van Yahweh, die trok het gewaad aan van Gideon. Gideon was eigenlijk het gewaad van de geest. God zelf verschijnt geestelijk in Gideon. In die vorm. We zeggen toch, kleren maken de man. Dat is precies ook wat er gebeurt. De geest verschijnt, maar geest kun je niet zien. Nee, maar hij kan zich wel bekleden. En dan komt hij in de vorm van, in de omhulling van Gideon. Dat is wat hier staat. En de geest van Yahweh, die bekleedde zich met Gideon. Nou, dat klinkt al enorme power uit. En hij, Gideon, blies de shofar, de ramshoorn. En als je nog niet duidelijk was dat deze geschiedenis profetisch is, dan zou het toch hier toch wel een belletje moeten gaan branden. Hè? Ja. Want, wat vind je? De ramshoorn, dat is in de schrift bij uitstek een uitbeelding van de terugkeer van Christus. Dan zal bij allerlei gelegenheden trouwens de bazuin gaan klinken. Dat is in de eerste plaats een uitbeelding ook van het verzamelen van het volk. Maar dat niet alleen, het is ook een uitbeelding van en nu gaat de koning ingrijpen en overwinnen. Een aankondiging van de overwinning. De ram is geslacht, jawel, en wat er van hem overgebleven is, is de hoorn. Beeld van koningschap. De geest van Yahweh bekleedde zich met Gideon en hij blies de ramshoorn. En Abiezer, dat is het huis, het geslacht van Gideon. Dat geslacht, werd opgeroepen hem te volgen. Dat is eigenaardig. Want tot voor kort was dat geslacht nog vijandig. En nu volgen ze Gideon. Er is iets gebeurd. Heeft een omkeer plaatsgevonden. Want men was aanvankelijk van plan om die Gideon om te brengen. En nu wordt Abiezer opgeroepen hem te volgen. En ze doen dat trouwens ook. En niet alleen zij, maar ook de andere Israëlieten. Want staat er, ook zond hij boodschappers uit in... Hij, maar Gideon natuurlijk. Boodschappers uit in heel Manasse, dat ook werd opgeroepen hem te volgen. En ook zond hij boodschappers uit in Aser en in Zebulon en in Naphtali. Dan krijg je dus dit, want hier heb je de vlakte van Israël. Hier woonde Manasse en trouwens ook aan het Overjordaanse. En hier heb je Zebulon en Naphtali en Aser. Kortom, het was feitelijk in die dagen een regionale strijd. En niet alle stammen van Israël waren bij betrokken, maar het idee is, de Israëlieten worden verzameld, ja, om zich vervolgens daar te gaan te legeren en Gideon na te volgen. En ze gingen op, hen, dat wil zeggen die vijandige volkeren, hen tegemoet. Dat wil zeggen, Israël wordt nu verzameld, ze volgen nu toch Gideon. Eerst vijand, nu volgen ze Gideon en de strijd gaat aangebonden worden. Hen tegemoet, dat wil zeggen al die vijandige volkeren. En we zullen in het komende hoofdstuk gaan lezen dat die inderdaad in de pan gehakt worden. Want daar, zo zal het uiteindelijk eindigen. Dit is namelijk, dat zal de strijd zijn waarin Gideon zich daadwerkelijk Israëls redder zal betonen. Dat gaat vervuld worden. En waar we het de hele morgen eigenlijk over gehad hebben is, ja, eerst nog iets anders. Eerst een onderbreking. En ik heb expres daar deze morgen over uitgebreid. Waarom? Omdat het allemaal spreekt van de tegenwoordige tijd. Gideon is geroepen. Hij gaat Israël redden. Jawel. Maar nu eerst. Daar in zijn vaders huis. Priesterlijk werk.
de afbraak van het oude en iets nieuws daarvoor in de plaats brengt. En ook die afwijzing, hè, in 's vaders huis nog in eerste instantie. Verworpen in 's vaders huis. Je zou het erna moeten vragen aan Jozef. Die kon er ook voor meepraten. Je zou het na kunnen vragen aan David. Nou, hoeveel en niet meer in de Bijbel. Altijd dat fenomeen. Maar uiteindelijk toch dat doen waartoe hij ook bestemd is. Nou, dat is wat ik u vanmorgen graag wilde vertellen. En dat betekent trouwens dat we de volgende keer gaan we de geschiedenis bespreken. Dat is trouwens weer een onderbreking. Ja, dat is heel eigenaardig. Maar dan gaan we het hebben over het wollen vlies op de dorsvloer. Maar ik wilde dat aanvankelijk ook vanmorgen besproken hebben, maar u ziet het, daar was te weinig tijd voor. In elk geval, dat zijn zulke geweldige verhalen en geschiedenissen en er ligt zoveel in verborgen. En ik zie dat het inmiddels hoog tijd wordt om deze samenkomst te gaan afsluiten. En ik stel voor dat we nog een lied zingen. Staan op de belofte. Ja, dat lijkt me een goed idee. 3 coupletten. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Sluiten met dankgebed. Machtige God, we danken u voor de rijkdom van dat wat er staat geschreven en dat is enorm diepgaand. En we zijn als mensen maar zeer beperkt in staat om dat ook niet alleen te vinden, maar ook om dat op de juiste en trefzeker ook door te geven. Maar we voelen allemaal wel aan hoe geweldig de schatten zijn, hoe daar in dat woord goud gedelft kan worden, in die goudmijn, want dat is het. En inderdaad, dan gaan we de diepte in.
Daar ligt daar zoveel verborgen. En het is een... Dat zijn zulke geweldige ontdekkingen. Om niet slechts oppervlakkig de schrift tot ons te nemen, maar werkelijk diepgaand ons bezig te houden met dat wat er staat geschreven. En te ontdekken dat daarin leven werkelijk te vinden is. En dat zulke oude geschiedenissen vanuit lang vervlogen tijden werkelijk levend en krachtig zijn. En spreken van, hoe kan het ook anders? Israëls Messias, degene die nu verborgen is, die priesterlijk werk doet en die straks zal verschijnen en de strijd zal gaan aanbinden en in deze wereld het koninkrijk zal gaan vestigen. We danken u, Vader, dat we weet mogen hebben van deze dingen. Dat we daar op die solide grond ook mogen staan, dat we daaruit mogen leven. En leer ons dat ook naar waarde te schatten. Zodat de rijkdom daarvan ook niet alleen in ons hart is, maar dat we daarvan ook mogen spreken. Want er is zo enorm veel armoede in de wereld. Zoveel desoriëntatie, zoveel verwarring, zoveel duisternis. En ook waarin de dood letterlijk en figuurlijk heerst. Wat is dan geweldig om licht en leven en hoop te kennen. Werkelijk krachtig. In uw woord, want uw woord is werkelijk ook daad. Wat is het heerlijk om rond dat woord samen te komen en zulke ontdekkingen te doen. We danken u zo voor dit samen zijn, voor deze grondslag, voor dat wat ons werkelijk samen bindt met ter daad. En dat we zo dit ook mochten beleven vanmorgen. We dragen zo alles ook bij u op. We danken u dat we voor uw rekening zijn. U geeft alles aan iedereen wat we nodig hebben en dat we op dat woord, op die belofte mogen staan. Amen. We zingen nog een lied over God die er is en er zal zijn. Maar voordat we dat lied zingen, laat ik het collectezakje nog even rondgaan voor de onkosten die nu één keer bestreden dienen te worden. Maar wie zie ik daar aankomen? Ja. Onze collectant. En diaken in van dienst. Doe je best, Jeff.
voor deze mooie begeleiding weer. Rest mij nog even de samenkomst voor de volgende keer aan te kondigen. Deo Volente uiteraard, zondag 12 augustus, dat is vandaag dus over 2 weken. En dan gaan we gewoon weer verder met Gideon, want daar zijn we nog wel even mee zot op. Dus dit wordt een serie van, nou pakweg, 5-6 keer denk ik wel. En dan gaan we het dus hebben over het wollen vlies op de dorsvloer. Ja. Ja, als u meer erover wil weten, kijk nog eens op de website van goedbericht.nl. Volgende week, Gerard, ben jij weer in... Hendrik Ido Ambacht. Gezondewoorden.nl. Dan kun je gezonde woorden vernemen. Die samenkomst. Jij hebt het ook met een regelmaat van 2 keer per maand, is niet? Ja. Oké. En dat valt heel mooi zo samen. Of juist niet samen met deze samenkomst. Ja, dat is mooi geregeld allemaal. Akkoord, lieve mensen. Ja, het is... Ik zou zeggen, geniet nog van het prachtige weer. En ik zou zeggen, God zegen en tot ziens allemaal.